Goedenavond mensen, dit is weer de bestand die ik laatst gewijzigd 5 januari 2021 heb gemaakt. Ja. Ja, we kijken naar RKC, Sparta en Emmen. Waar die zijn geëindigd. Met RKC op 18. Die zijn 15 geëindigd, dus 3 plekken naast de kat. Sparta op 17. Dus een 8 geëindigd, zit ik 9 plekken naast. M heb ik goed op 16. Dus nummer 1 goed. Dan gaan we door naar VVV. Sittard en ADO. Nou, VVV 17. Die had ik op plek 15. Sittard had ik op plek 14. VVV 2 plekken naast. Sittard 3 plekken naast. ADO had ik op 18. op 13 voorspeld. 5 plekken naast. Gaan we dus door naar PEC, Heerenveen en Twente. Dus de nummer 12, 11 en 10. Ik had PEC op 12. 13, 1 plekken naast. Dan heb je Heerenveen op 11. 12, ook een plekje naast. Twente op 10. Twente op 10. Dat is de tweede die we goed hebben. FC Groningen, Heracles, Utrecht. Nou, ik had Groningen op 9. Die zijn 7e geworden. 2 plekken naast. Ik heb er al 2 goed. Ik had Heracles op 8. En die zijn 9e geworden. Weer een plekje ernaast. Ik had Utrecht op 7. En die zijn 6e geworden. Weer een plekje ernaast. Maar ik heb er al 2 goed. Dan gaan we door naar Vitesse, Willem 2 en Feyenoord. Vitesse op 6. Zijn 4 geworden, 2 plekken naast. Ik had Feyenoord op 4. Die zijn 50 geworden, weer een plekje naast. Ik had Willem 2 eigenlijk op 5. Maar die zijn 14 geworden, dat betekent dat ik er 9 plekken naast zit. PSV, AZ en Ajax. Die 2 heb ik omgedraaid. AZ had ik 2e, PSV is 2e, AZ derde. En ik heb Ajax goed, dus ik heb 3. Van de 18 exact goed. En daar zit ik er 1 naast. Ik zit er bij een paar, zit ik er 1 naast. Maar laten we eerlijk zijn, 3 exact goed is niet heel goed. Maar we gaan sowieso weer een nieuwe voorspelling maken. Dat komt helemaal goed en dat zie je dan ook weer. Voor nu was dit mijn review over mijn voorspellingen en de vergelijkingen. Bedankt voor het kijken. Doe blijf het mogelijk. Abonneer je bij de tennis. Abonneer je bij mijn kanaal. En de groeten.